Hier is weer een nieuw verhaal van Dikkie Dik. En deze keer gaat het over... Over... Boze brokjes. Kattenbrood. Het is zaterdag. En er zijn heel veel boodschappen gedaan. De boodschappenman staat op de grond. En Dikkie Dik, die springt er middenin. Wat zou daar allemaal in zitten? Misschien wel een pak. Kattenbrood! Dat vindt Dikkie Dik het allerlekkerste wat er is. Veel lekkerder dan vlees of vis. En hij scheurt het open met zijn scherpe nagels. Zie je dat? Ja. Wat een heerlijk kattenbrood, zegt Dikkie Dik. Weet je wat? Er is zoveel. Ik ga een feestje geven. Iedereen mag mee eten. Nom, nom, nom. De katten van de buren komen. En ook de poezen van de overkant. Hoera, een kattenbroodfeestje. Nom, 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 nom. En ze eten en ze eten. Maar er zijn zoveel katten en poezen dat je het kattenbrood bijna niet meer kunt zien. Nee. Nee, volgens mij... Ik kan niet meer, ik zie alleen maar staarten. Volgens mij is het al lang, hoor. Of zie jij er nog eentje? Ja, ik zie het daar. Ja. Oh, dat is het laatste brokje misschien. Ja. Kom. Kom. Ja. Dag, Dikkie Dik. Tot de volgende keer.